Goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. In de VS was het een rustige sessie met kleine plusjes, ondanks de alsmaar dalende rente. Totdat Donald Trump vanuit Japan liet weten dat hij eigenlijk nog niet klaar is voor een deal met China. Markten reageerden dan ook onmiddellijk en de verliezen stapelden zich al snel op. Bijzonder was ook dat Donald Trump na China Italië en Duitsland noemde als valutamanipulatoren. Dow Jones en S&P 500 leverden 0,9% in. De Nasdaq hield de schade nog beperkt met een verliesje van 0,4%. Ondanks een genationaliseerde bank in China bleven de markten daar goed liggen en sloten zelfs licht in de plus. Beurzen van Japan en Zuid-Korea vielen daarentegen ruim 1% terug. Futures in Amsterdam duiden op een lagere opening. Qua bedrijfsnieuws begint het nu rustiger te worden. Minister Wopke Hoekstra wil een strengere meldplicht bij het aanhouden van belangen in Nederlandse bedrijven. Dit om ze te beschermen tegen activistische aandeelhouders. De huidige grens van 3% zou verder omlaag moeten naar 2%. ABN AMRO zet een koopadvies op Renault en KBC zet Alibaba op kopen met een koersdoel van $220. Macroagenda is verder redelijk leeg. Om 1 uur komen nog wekelijkse hypotheekaanvragen uit de VS. En morgen is er weer een nieuwe markets update van BNP Paribas.